In deze clip zullen we kijken naar wat eigenschappen van de determinant. Allereerst zullen we zien dat de determinant lineair is in zowel rij als kolom. Nou, wat bedoelen we daarmee? Nou, definiëren een afbeelding van R 1 bij N, oftewel rijvectoren, naar R door... Ja, door aan iedere rijvector x toe te wijzen de determinant van de volgende matrix. Nou, we nemen aan dat de aantal rijen gegeven zijn, v1 tot en met vi min 1. Dan zetten we op de iedere rij zetten we de x-vector tot aan vn. En dit voor alle x in r1 bij n. Ja, dus x, we vervangen in feite de vi door x. Dan is deze afbeelding lineair in de rij. Een bewijs. Nou, we gebruiken allereerst dat we een alternatieve expressie hebben voor de determinant natuurlijk. Ja, want t van x is de determinant van een zekere matrix. En de determinant van de matrix, die kunnen we ook anders schrijven als de som van alle patronen. En niet de som van de patronen, maar de som over alle patronen. En het teken van een patroon keer het product van een patroon. Nou, in dit geval kunnen we dat iets anders ordenen. Stel dat we de focus hebben op de vector x, dan kunnen we de som nemen door de patronen te groeperen. Ja, want de iedere rij moet gewoon gekozen worden. Dus we kijken naar alle patronen die op de iedere rij het j-de element kiezen. Ja, en als hij op iedere rij het j-de element kiest, dan hoort daarbij het element xj. Nou, we halen voor de rest het teken van het patroon. Keer, ja, de overgebleven elementen uit het patroon. Het product van de overgebleven elementen uit het patroon, dat zijn dus alle rijen j ongelijk i. En welke elementen worden daar gekozen? Nou ja, dat zijn de rijen die horen bij de vectoren v. En op rij j wordt pj, het eerstvolgende pj element, gekozen. Dus we hebben daar het product van j ongelijk i. VJPJ. Nou, dit kunnen we iets anders schrijven, want XJ kunnen we buiten de binnenste som halen. Als we dat doen, dan krijg je XJ keer de som van P over alle patronen P, die waarvoor PI is J, keer het teken van het patroon. Keer het product. Keer het product van alle termen j ongelijk i, v, j, p, j. Nou zien we dat de som rechts, dat die niet meer afhangt van x, j. Ja, die hangt van i af en van j. Maar dat is in ieder geval een constante, zeg alfa i, j. Dus we kunnen de term een beetje herschrijven. Die som die je daar staat, die je daar ziet staan, is j is 1 tot n. Die sommeert over alle xj, maar alfa ij. Nou, die term ziet er al aardig lineair uit. Nou, daar zullen we verder mee gaan rekenen. Dus neem maar een x en een y rijvectoren.
en een scalair, k en r, dan zullen we allereerst zien dat t van x plus y gelijk is aan, ja, de som van j is 1 tot n. En dan niet xj, maar nou xj plus ij. Maar alpha ij. Nou, die som is dus eenvoudig te splitsen in een gedeelte wat alleen maar bij x hoort en een gedeelte wat bij y hoort. Dus xj alpha ij plus de som van ij. J is 1 tot n. Ij aj. Is dus t van x plus t van y. Nou, dat is de eerste eigenschap die we nodig hebben voor lineariteit. Het tweede is natuurlijk dat we scalaire veelvouden, het beeld van scalaire veelvouden, hetzelfde is als het scalaire veelvoud van het beeld van x. Dus we schrijven maar weer, gebruik maar weer de term in plaats van xj, schrijven k keer xj keer alpha ij. We halen k netjes naar buiten, dan zien we daar staan de som j is 1 tot n xj alpha ij. En dat is dus k keer het beeld van x. Dus hiermee hebben we de stelling bewezen. Nou, de volgende stelling is eigenlijk, die lijkt op, heel erg op de vorige. Namelijk dat de afbeelding t niet alleen lineair is in een willekeurige rij, maar dat de afbeelding ook, wanneer we die definiëren op de ieder kolom, dat die net zo goed lineair is. Dus definieer maar een transformatie van Rn naar R. En we definiëren tx is de determinant van een aantal van de matrix gevormd door kolommen v1 tot met vi min 1 x en vi plus 1 tot aan vn. Ja, dus de x is de ieder kolom vector. Dan is deze afbeelding ook lineair. Nou, als bewijs zullen we allereerst een lemma bewijzen. Ja, dat is dus een hulpstelling. En de hulpstelling die zal je nog vaak gebruiken. Namelijk, we zullen bewijzen dat de determinant van de getransponeerde van A gelijk is aan de determinant van A. Ja, dus als we rijen en kolommen spiegelen, dan doet dat niks met de determinant. Nou, hoe gaat het bewijs? Nou, eigenlijk gaat het bewijs als volgt, door te laten zien dat ieder patroon voor A is een patroon voor de getransponeerde van A. Ja, dus zeg dat we hier A voorstellen als het vierkant en we hebben een of ander patroon. Ja, in dit geval is A een 5x5 matrix. Stel dat we een patroon hebben dat er als volgt uitziet. Ja, we doen een keuze op iedere rij en iedere kolom. En hier hebben we schematisch een patroon P aangegeven. Dan voert zo'n patroon, wanneer we die spiegelen, over in een patroon voor de getransponeerde van A, AT. Ja, je ziet dat het net andersom werkt. In plaats van die twee bolletjes rechtsboven, zijn die twee bolletjes nu linksonder. En hebben we een bepaald patroon PT. En dat geldt voor ieder patroon P. Nou, wat zien we? Het teken van het patroon P is hetzelfde als het teken van het patroon PT. Ja, het aantal misplaatste elementen
is precies gelijk. En daarbij is ook het product van P natuurlijk hetzelfde als het product van PT. Door de spiegeling van de matrix. De spiegeling van kolommen en rijen. Ja, dus als we de determinant van A opschrijven, dan sommeren we over alle mogelijke patronen voor A. Ja, dus het teken van een patroon keer het product van een patroon. Maar ja, ik weet dat die, nou vul ik in wat ik net heb laten zien. Dat is dat het teken van P hetzelfde is als het teken van PT, maal het product van PT. Maar ja, als ik varieer over alle P en ik kijk naar het teken van PT, het product van PT, dat is hetzelfde als variëren over alle PT. En hier staat eenvoudigweg de determinant van AT. Ja, hiermee is het lemma bewezen. Nou, bewijs van de stelling is nou vrij eenvoudig. In feite komt het erop neer dat we gewoon de rol van kolommen wijzigen in die van rijen. En dat hadden we in de vorige stelling al gezien. Dat de T die we op rijen hadden gedefinieerd, dat die lineair was. Ja, dus bekijk maar eens de determinant van de matrix zoals die hier boven vermeld staat. Dus met kolommen V1 tot VI min 1, X en dan tot aan VN. We weten daarvan dat wanneer ik die matrix, die M bij N matrix spiegel, of transponeer. Ja, dus ik transponeer die matrix. Dat de determinant niet verandert. Maar ja, dan bekijk ik in feite de determinant van rijvectoren V1 tot en met VI. X als rijvector. En VN als rijvector. En deze, daar had ik in de vorige stelling gezien dat die lineair was in X. En hiermee is de bewijs compleet.